Zaterdagavond in Moerbrugge, een gehucht van Oostkamp. Een kerk, twee cafés en enkele huizen. Hier is een extreemrechtse bijeenkomst. Zo'n 100 man, netjes aangevraagd, volkomen legaal. Normaal gezien geraakt een cameraploeg hier nooit binnen. Maar vanavond zijn we uitgenodigd door het NSA. Dus vanavond is het jeugdcongres van de Nieuw Solidaristisch Alternatief. We hebben dat gecombineerd met een concert. Het is een nieuw concept. Dat is, we laten groepen spelen. Waarom? Omdat groepen vertegenwoordigen een soort underground cultuur bij de jeugd. En wij proberen ons politieke boodschap via die muziek naar de jeugd te brengen. Klinkt allemaal heel onschuldig. En het ziet er ook bijna uit als een gewone rommelmarkt. Tot je wat beter kijkt. T-shirts met pedofielen aan bomen opgehangen. Of een sticker. Het is fijn om blank te zijn. En straks treden hier nog extreemrechtse bands op uit heel Europa. We hebben mensen uit Nederland, Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk, Italië en Duitsland. Dus het is een zeer gevarieerd aanbod dat we bieden toch wel vandaag. De jeugd is nu opgesplitst, zoals de bevolking opgesplitst is, in culturen en dus ook in subculturen. Je hebt mensen die naar familie kijken en je hebt mensen die naar iets komen zoals dit. Familiekijkers zien we hier inderdaad niet. Wel veel bekende koppen uit de extreemrechtse beweging. Zoals Chris Roman. Vorig jaar nodigde hij de gewezen leider van de Ku Klux Klan uit naar België. Of wat dacht u van Tim Mudde, ooit de leider van de nu in Nederland verboden Centrumpartij. En dan is er nog deze merkwaardige Duitser, Axel Reitz, 26 jaar en een vaste gast op extreemrechtse meetings in heel Europa. Ik ben een Duitser nationaler socialist. Ich setze mich für ein Europa der Vaterländer ein und führe dafür in Deutschland, wie gesagt, Veranstaltungen durch und beteilige mich eben an der Meinungsbildung durch Versammlungen, die ich anmelde, bei denen ich als Redner auftrete, durch Propagandamaterial, was ich herausgebe. Und wir führen eben da einen Kampf gegen die Meinungsmacherindustrie, die antideutsch, die im Sinne gegen alle Völker Europas eingestellt ist, die einen multiethnischen Einheitsbrei schaffen will. Und das ist natürlich nicht nur ein Problem, was in Deutschland herrscht, sondern ganz Europa. Deswegen natürlich auch da unsere Freunde und Kameraden im benachbarten Ausland besuchen. Deswegen bin ich eben auch heute hier in Belgien, um meine Kameraden aus Flandern zu unterstützen. Een van die Vlaamse kameraden is de leider van het NSA, Eddy Hermy. Ex-lid van het vroegere Vlaams Blok en van de Vlaamse militante orde. Een extreemrechtse militie die geweld niet schuwt, zoals u ziet op deze beelden uit jaren 70. Het VMO is intussen verboden en ook Hermy is verschillende keren veroordeeld, onder andere voor geweldpleging. Welkom op het eerste NSA jeugdcongres. 60 jaar is de man, maar nog steeds even radicaal in al zijn ideeën. Tegen het kapitalisme, tegen Europa, maar vooral tegen vreemdelingen. In onze straten worden meisjes door vreemdelingenbendes verkracht en geschoffeerd. Maar indien iemand denkt dat zij geweld tegen ons zullen kunnen gebruiken, zullen ze lek op stuk krijgen, kameraden. Onze arbeiders en bedienden, jong en oud, worden geminacht en vernederd. Door vreemde elites worden ze in het gezicht gespuwd. Wie krijgt de jobs, kameraden? Wie krijgt het geld? Wie krijgt er sociale woningen? Wie krijgt sociale hulp? Wie wordt er in dit land royaal bedeeld en behandeld? De immigrant, de illegaal. Politieke speeches en muziek van het zeer extreme soort. Daarmee wil de NSA leden ronselen. De groepen die hier optreden laten zich gewoonlijk niet filmen. Na onderhandelingen met de organisatie krijgen we toch de toestemming om een paar nummers te registreren. Als we één lied van Ultima, één lied van Brigade Amsterdam, twee liedjes op de ganse avond. Ja, maar dan moeten we goed afspreken. Je houdt alleen Ben, je filmt dat en ga weer buiten. Een cameraploeg is hier niet graag gezien en dat is voorzichtig uitgedrukt. Het publiek mogen we niet meer filmen. En voor onze eigen veiligheid worden we begeleid door de NSA-ordendienst. Wij zijn brigade, hè? We hebben de mensen van de televisie beloofd dat ze één nummer mogen filmen. Een van de bekendste namen in het extreemrechtse wereldje is Brigade M. Ze traden al verschillende keren op voor Blood and Honor. Vooral met het nummer Eigen Volk Eerst werden ze berucht.
hebben onze eigen mening en die zullen we altijd blijven zeggen. Wat mensen ook van ons beweren, wij blijven voor onze boodschap staan. We zijn nationaal revolutionair. En mensen mogen een hekel aan ons hebben, ze mogen denken wat ze willen. Als ze onze teksten goed zouden lezen en goed begrijpen en goed doorgronden, dan snappen ze waar we het over hebben. Het volksgeloof werd gedemoniseerd. Hele volksstammen gedwongen verkeerd. De groep predikt haat tegen migranten en is racistisch. Zelf noemen ze dat liever radicaal-nationalistisch. Wij nemen duidelijke standpunten in, absoluut. Maar wij beschouwen onszelf niet beter dan anderen. Wij hebben het beste voor met iedereen. Maar ik zeg het, iedereen is zijn eigen biotoop. En dan is er deze Axel Reitz. Hij was verkiezingskandidaat in Duitsland voor de extreemrechtse NPD. In eigen land is hij veroordeeld voor jodenhaat, wapenbezit en het dragen van nazi-symbolen. Maar voor het NSA is hij een eregast. Wir kämpfen heute nicht um Geld und Gold und Gut und persönliches Fortkommen. Wir kämpfen heute für unsere Heimat. Für unsere Geschichte, für unsere Kultur, für die uns nachfolgenden Generationen. Wir führen heute den Kampf um Europa als den Kontinent der weißen Rasse, Kameraden. Also ich bin kein Rassist im herkömmlichen Sinne, dass ich andere Menschen aufgrund ihrer rein äußerlichen Merkmale abklassifiziere. Wir kämpfen damit heute nicht nur für uns, nicht nur für unsere Familie, nicht nur für unsere Sippe, sondern für unsere gesamte tausendjährige arische Kultur, Kameraden. Ich bin aber dahingehend Rassist, dass ich die Verschiedenartigkeit der Menschen betone, nicht aber ihre Verschiedenwertigkeit. Jeder Mensch hat seinen Wert, er ist aber nicht per se gleich, sondern unterschiedlich. Und diese Unterschiedlichkeit macht das Menschsein meiner Ansicht nach überhaupt erst aus. Wir symbolisieren heute hier als überall verhasste, vielfach noch verlachte Minderheit in Europa eine andere Weltordnung, ein anderes System. Ein System, das jedem Volk seine Nation, jede Nation ihren Sozialismus ermöglicht. Nämlich das System einer auf Blut, Boden, Identität, Kultur und Rasse basierenden Wertordnung, Kameraden, Kameraden. Lasciate ogni speranza, voi senza tradizione. Headliner vanavond is de Italiaanse fascistische groep Ultima Frontiera, gekend om zijn haat tegen Joden en vreemdelingen. Dit zijn beelden van hun concert in Italië. De gestrekte armen horen erbij. In our country, for example, the ancient regime, now is called like absolute evil. Oh, you know. What do you mean? Fascism, for example, is the absolute evil. Okay? But I don't think it's absolute evil. It's not absolute. Okay? You mean Mussolini? I have tattoo with swastika. Okay. You see this? Swastika is not Adolf Hitler. Is not national artist. We are in Europe unite. But I can go in Germany. Why? Does it bother you that some people call you fascist? And for me, I am proud to be fascist. It's not a problem. If people say me that I am fascist, I am fascist. Yes. Oké, klaar met filmen.